45 jaar, een oude snelle man aan het hek. We gaan naar de deurtrappers, plaat nummer 15, Erik van Ravenstein. We gaan naar de Bissencrossers uit Ommen met Erik Katoelen. De tweede man van de deurtrappers Luik Schestel is Peter Lafrijse. NCC Nijkerk, verrassende techniek nog altijd, Johan Manten. We gaan naar Lichtenvoorde, plaat nummer 17, Sip Dunk. We gaan naar de man uit Nijkerk, dan hebben we het, die hadden we al gehad. We gaan naar Dream Team, Jeffrey Bignell. We gaan vervolgens naar de man uit Nuland, plaat nummer 3, Ton van Dinter. En let op het laatste stuk, let op de man in het geel, de Wheelies met Wilco Kozijnse. Finale categorie 45 jaar en ouder. Wat is dat toch een heerlijk publiek daar uit het midden van het land, hè? De dames en heren van de Wheelies, ze waren allemaal enthousiast natuurlijk voor Wilco Kozijnse. Momenteel plaats nummer 4 zit in de middenkant. Helemaal voorin is het Jeffrey Bignell. Hij gaat aan de leiding, gevolgd door Ton van Inter, de man op plaats nummer 3. En daar krijgen we een klein gaatje, daar gaan we naar Johan Manten. De man van de NCC Nijkerk op plaats nummer 3. En waar zit Kozijnse dan? Die locomotief, die moet altijd eventjes wat tijd hebben om op gang te komen. Maar als die helemaal op gang is, dan gaat hij, hoor. Het is Siep Deuk op plaats nummer 4 momenteel. Dan komt de graven van Ton van Inter bij Verbink. Bignell. Bignell aan de leiding. Maar van Dinter zit er helder bij. Hoor. Kruipt in het achterhoedje bij Bignell. Bignell nog aan de leiding. Maar van Dinter. Waar is hij toe in staat? Nee hoor, het wordt inderdaad Jeffrey Bignell. Hij pakt de winst in de categorie Cruisers 45.